Een groot verlaten landhuis. Dat is wat Ninja Mark en Sneeuwman Teun vandaag gaan bezoeken. Een oud landhuis wat ons terug gaat brengen in de tijd. En we helemaal voor naar Luxemburg zijn gereden. Ik besluit met een vreugdedansje de drone op te starten. En zie naast het château ook een huis dat volledig is afgebrand. Maar goed, we komen voor het grote landhuis. Waarvan ik denk dat brand de reden is dat dit verlaten is komen te staan. Alleen wat me niet geruststelt, is dat de eigenaar van dit landhuis op het terrein aan het werk is. En ook precies aan deze kant de ingang zit. En dat wordt dus nog een hele uitdaging voor Ninja Mark en Sneeuwman Teun. Gelukkig weten we door de drone al dat de boer er is. En als we het hoekje omkijken, zien we hem met de rug naar ons toe staan. Hij is onwijs druk bezig met zijn appels. En dat geeft ons de gelegenheid om snel achter het muurtje te gaan. We proberen zo laag mogelijk te blijven om niet te veel op te vallen. Omdat we de ingang helaas niet kunnen vinden, besluiten we contact op te nemen met Luc. Ik heb heel snel even een vraag voor je. Toevallig is Luc nu ook op een verlaten locatie en kan niet te hard praten. Hoe kwam jij hier binnen bij die in Luxemburg? De kelderraam dichtbij de straat. Oké, gaan we die kant op. Nu Luc ons de juiste plek heeft gegeven waar we naar binnen moeten, kunnen we die kant op. En na voorzichtig weer langs de boer gelopen te hebben, zitten hier gelukkig bosjes. En is het nu de taak om zo stil mogelijk hier naar binnen te gaan? Hoe ga ik dit doen? Want we willen natuurlijk niet gepakt worden net voordat we naar binnen gaan. Dit is echt ongelooflijk. Ik ga er weer verkeerd om in. Maar we moeten even opschieten. Hiernaast is dus iemand bezig met appeltjes plukken. En die heeft ons niet gezien. En dat vind ik heel knap. Maar daardoor moeten we even heel zachtjes en snel naar binnen. Hey, hoe kan iemand die hier appeltjes aan het plukken is, echt heel dichtbij, ons niet hier die tuin in hebben zien gaan? Ik weet het niet. Wij zijn echt ninja's. We zijn gewoon pro. Gaan we hier eerst in de kelder checken? Eerst de kelder checken, ja. Inmiddels zijn we aangekomen in de kelder. Even op zoek of we hier ergens ook naar boven kunnen. Je ziet hier wel een soort waterfiltersysteem, zie je? Hij lijkt toch helemaal niet zo heel oud? Nee. Oh, je hebt tegen het plafond aangelopen. Wacht, kun je die kant op kijken? Ja. Het sneeuwde. Dan zijn we alleen nog maar in de kelder. We zijn nu in een groot landhuis en dit is verlaten omdat een deel hiervan in brand heeft gestaan en een deel niet. En dat deel dat niet in brand heeft gestaan is ook wel volledig ingericht. Maar om in dat landhuis te komen moeten we hier ergens in de kelder een trap naar boven hebben. En tot nu toe heb ik nog geen trap naar boven gezien. Terwijl Teun hier beneden nog even wat foto's maakt, ga ik alvast naar boven. Hele oude lamp hier. Wat is hier dan? Lijkt wel een oude centrifuge, ja. Dit is een oude centrifuge. Om de was droog te krijgen. Ik zie hier een trap naar boven. We hebben wel geluk dat hier een gat in de deur zit. Want anders hadden we via de trap naar boven moeten. Want daar zo heb je het gat. En anders hadden we hier tussendoor naar boven moeten. Had dit dus onze ingang geweest, hadden we hier zo tussen de leuningen door moeten klimmen. En nu kunnen we hier dus naar binnen. Oh. Wat een geklim. En niks voor mij. Al dat klimmen. En nu zijn we bij het huis. Wow. Hele keuken. Maar alle verf begint wel van de muren af te bladeren. Omdat het hier natuurlijk in de winter ook zo koud en vochtig is. Omdat de kachel niet meer brandt. Ik wil eerst even hier kijken. Even kijken wat die boer aan het doen is. Want hier is die boer. Met zijn tractor. Ergens daar. Hier zie je hem met zijn tractor. Wat is dit prachtig, zeg, deze hele oude kamer. Maar eerst even kijken bij de boer. Ik zie nu alleen zijn tractor en ik zie de boer zelf niet. Dus ik wil even weten of de boer daar nog is of dat hij weer weg is. En wat hij aan het doen is. En vanaf hier kan ik de boer niet zien. Je hebt wel zijn trekker daar. Maar waar is die boer heen? Hé, ik zie hem helemaal niet meer. Oh, ik zie hem daar. Zo, morgen. Hij is daar in de boom, is die bezig met appels plukken. Ah joh. Ik denk, wat hoor ik nou? Wat zei je? Ik dacht, wat hoor ik nou? Oh, ik hoorde ineens zo getik, maar dat was jouw statief. Want anders hadden we er daar tussendoor naar boven gemoeten. Dat scheelt er echt een hoop genoeg. Het is dus de keuken. Nog wat lekkere chippies. En een hele oude wasmachine. Ik denk niet dat hij het nog doet. Maar de wasmiddel die staat hier nog wel. En er zit ook nog in, dat zal helemaal hard geworden zijn, ja. En wat zit hier achter die deur?
Daar zal dat afgebrande gedeelte achter zitten, maar die zit op slot, dus daar kunnen we nu niet heen. Zal er nog water op staan? Nee. Oh, de pannetjes nog op het vuur. We maken niet de bouten. De oude zitkamer. Een soort van hele rare kast die open kan klappen. Allemaal oude kranten en een oude portemonnee. Oude kachel. Het zou iets van droger zijn of zo. Ik weet niet, het lijkt wel een beetje op zo'n ding waar ze ook mee kunnen drogen. Had wel mooi geweest als dat hier was, dat we zo'n ruimte tegenkomen die daar echt helemaal op lijkt. Dan hebben we een familieportret gevonden. En wel mooi dat ze hier zo midden in de muur dan zo'n kast ingebouwd hebben. En dan een kleed op de grond, helemaal nog in de vorm van een schaap. Hier zo heb je de achterpoten van het schaap, daar de voorpoten, het hoofd van de schaap. En zo zit een hele vacht. Volgens mij hebben ze gewoon een schaap geslacht en daar een kleed van gemaakt. En deze keuken hebben we wel gehad met een vaatwasser erin. En hierachter is dus die boer. Hè? Een kaartje. 18-4 van 1999. Danny is geboren. Nee, een communie volgens mij. Ja, wat is dat, een communie? Hoe moet ik dat uitleggen? Oprecht begon niet weten. Het is iets voor de kerk. Als je dan zoveel jaar oud bent, dan kan je de communie doen en dan... Krijg je een diploma. Ik zou echt niet weten wat het... Weet jij nou wel wat een communie is? Laat het dan eventjes weten in de reacties, want we hebben echt totaal alle twee geen idee. Ik helemaal niet. Ik wist niet eens dat het van de kerk was. Maar ja, laat het even weten in de reactie. Hier een hondenriem. Twee knijpenoorbellen. Nee, voor de rest alleen maar kleine eiendopjes. En hier weer zo'nzelfde portret. Zie je op dit plankje. Zo'nzelfde portret als dat we ook gezien hebben in die andere kamer. Wat is hier dan? Er zijn meer kurken en spullen voor in de tuin. En een soort van borstel. Kijk, dat is een borstel. Aktentas. Echt een hoop banken. In de kamer waar ik nu ben staan weer echt heel veel stoelen en banken. En dat is bijna in elke ruimte hier. Volgens mij woonden ze hier met heel veel mensen of kregen ze heel veel bezoek in heel veel verschillende kamers. En de muren hier zijn ook onwijs dik. Als je hier bekijkt hoe dik die muren zijn. Dit is mijn zaklamp. Die is zo... Maar kijken hoe dik. En wat is dit? Lijkt me wel een beetje een medicijnenkast. Oh. Hier kan je de stroom bedienen. Is die boer er nog? Ja. Daar loopt de boer momenteel. Wij kwamen via die kant binnen. En die boer die keek toevallig even in de boom. We renden zo precies om het hoekje heen. Steeds weer een stukje meer lopen. En uiteindelijk bij het raam gekomen waardoor we naar binnen konden. En dat allemaal zonder dat die boer dat door heeft of hoorde. Maar er is hier buiten hier nog een ruimte. Maar ik denk, als ik dit zo zie, dat dit een wc is. Ja, hier is dus nog een trap naar boven. Daar zo'n trekker van de boer. We moeten zo min mogelijk lawaai maken. Nog een verdieping, hè? Nog een verdieping? Ja. Door die verf van die muren afgekruld. Ja, vet, hè? Super. Gewoon allemaal door het vocht en door de kou. Krult het er helemaal af. Hè? Wat is dit nou weer? Ik kan die kamer binnenlopen. Wat de fuck is hier in zijn haai? Wie doet... Ik denk dit is een lege kamer. Kijk hoe dit eruit ziet. Maar ze hebben hier een badkamer van gemaakt en een haai opgehangen. Nou, een... Wie hangt er nou een haai in zijn badkamer? Ja, hij past niet meer in het bad. Dus wat moet je er dan mee doen? Soep van maken. Maar is die haai dan... Die hangt aan visdraad of zo. Dat is nog best stevig ook gemaakt. Zo boven dat bad. En een bibet waar iemand al diarree heeft gehad. Een scheerapparaat. Hé, hey, de slaapkamer van deze mensen. Een heel mooi groot gat in het dak. Ja, dat is voor die brand, denk ik. Want hiernaast was brand in de stal. Daar is het ook verlaten. Maar hier zal ook wel iets van de brand boven geweest zijn. Nee, je ziet daar iets van een stoel, zie je? Op zolder. Ja.
dat je er vanaf boven niet in valt, denk ik. Oh ja, dat is wel goed. Want het is niet zo stevig meer. Dit is de hobbykamer. Of voorraadkamer ook met zo'n staalbureau. Die je dan kan laten zakken ook. En dan bij de bank erboven kan doen. Allemaal van die oude potjes. Die grote kannen. Hé, de kinderkamer. Oh, met van die hele grote oude bedden. Waar de kachel inmiddels van de muur is gekomen. Omdat de muur het gewoon begint te begeven. Dat zie je ook aan die haken. Het is een soort van gipsachtig, deze muur. En op een gegeven moment dacht hij ook mij niet bellen. En dan twee van deze bedden met van die hele dikke matrassen, van die superhoge bedden. En dat was dus de kinderkamer. En aan die kant zie ik dus ook nog een kinderkamer. En hier heb je dan maar één bed, maar dit is wel een tweepersoonsbed. Hier hebben twee kinderen of volwassenen in een half twee slaper geslapen. Ook nog een overhemd van diegene. Ik begin nu ook wel plots de spanning te voelen om straks weer naar buiten te gaan. Wat zal dit dan zijn? Dat is meer een logeerkamer. Hey, wel met foto's hier. Een klokje. En dan de hondenriemen. In ieder geval, ik denk dat het voor de hond is. Het hangt niet in de slaapkamer. En dan ook hoe ze later, toen de stroom kwam, hier stroom hebben aangelegd. De lampknop eerder wel onder het behang meegenomen. Maar het stopcontact, het zit ook gewoon hier vast. Er zo nog bij gemaakt. Oh, die zat eerst ook onder het behang. Hebben ze gewoon overheen het behang gemaakt. En de stroom aangelegd. Ik ga even op zolder kijken. Maar moet je deze stoel zien? Hier zit een soort van gat in. En ik denk wel te weten waar dat voor is. Weet je waar dat voor is? Ik heb wel zo'n vermoeden, maar wat denk jij? Nou, ik denk dus dat dit is, als je dan zeg maar je kinderen niet willen blijven zitten, dan haal je die deksel eraf en dan zet je je kinderen erin. Dan kunnen ze staand eten en geen kant meer op. Zo kan ik ook wel gebruiken, denk ik. Ik denk dat die gebruikt werd om te plassen. Dat je hier een emmer zet. Gadverdamme. Dus dan is dit. En jij hebt me ook die dop. Ik ga jou geen hand meer geven. Nee. Ik denk dat het een postdoel was. Maar dat is wel een hele ouderwetse dan. Want een postdoel ken ik wel, maar die zien er toch niet zo uit. Kijk hoe dit zit dan. Dit zit niet eens aangesloten. Je hebt een soort van draaischijf waar je op zit. Tijd om op zolder te gaan kijken. Nou ja, die vloer ziet er al niet zo heel stevig meer. Wat hebben die mensen hier allemaal bewaard, joh? Hier alle matrassen van de bedden die geen matras meer hebben. En nog extra bakken. Dat zijn allemaal zakken met van die touwen, denk ik. Ja, oude schep. Heb je een soort van pannetje. En dit kan zo ronddraaien. Oh, daar kan je mee malen. Dit is een of andere oude maler. Het lijkt me niet voor koffiebonen, maar... Wat het wel is, geen idee. Maar dan allemaal boeken. Ik wil iets met een datum hebben. Hier zo zie je ook allemaal kleden op de grond liggen die ze misschien gebruikten om machines schoon te maken. En nog een hokje. Dus hier hangt hier wel weer een zak aan een haak. Het zal daarin zitten. Oh, dat is ook allemaal kleden. En een oud zadel. Oh, dat waar die slaapkamer, dat is, daar zat dit beton overheen. Maar dit beton begint al weg te rotten. Of wat het ook is. Hier, daar zie je ook al een gat ontstaan. En dat is dus het grote probleem hier zo. Er is hier al iemand door de grond gezakt. En hier begint het ook al af te brokkelen. Dit is alles waar we oplopen. Dit zit hier zo vast en daaronder zitten die gerotte houtjes. Dus als ik hier net naast ga stappen, dan breekt dit af. Oh. Dit is het afgebrande gedeelte van de schuur. Een soort van afgebrand, die nog wel helemaal ingestort. En dat zie je daar ook. Er is nog wel een bijschuurtje met wat auto's. Daar staat nog een grote trailer. Er is nog vrij weinig hiervan over. Het dak is helemaal aan het wegrotten. Ik ben blij dat we niet door de zolder heen gezakt zijn. Ja, wel. Mooi hè, zo'n oude poster aan de muur. Zo'n kinderschilderingetje, wat misschien door een van de kinderen is gemaakt. En een spijkertje vastgemaakt. Onze missie terug gaat nu ook weer van start, want ik zie dat de boer hier nog buiten is. En we moeten natuurlijk weer naar buiten, dus ik moet deze camera opbergen en mijn GoPro die is leeg. Dus ik zie jullie dan zo meteen weer terug bij de weg. Na even wachten was de boer gelukkig weer in de boom bezig. En lukte het ons om terug te komen bij de weg. Tot zover dit vette avontuur. Like, abonneer en tot de volgende video. Laters.